sick bitch. Snap je niet over je shitty hoor. De Ieren vertrekken zoals de inwoners van Nieuw-Dordrecht dat gewend zijn. Scheldend en intimiderend. Vanmorgen pakt een groot deel van de groep de caravan in. Het dorp is opgelucht. Eindelijk, zegt hij wel. Nou, een paar spannende dagen hebben ze nu toch zich aan hun woord gehouden. Ze hebben gisteren voor me de afspraak gemaakt. Een aantal van de groep mensen zal vertrekken. Nou, dat hebben we net zien gebeuren. Dus er is nu een optocht van caravans uit Nieuw-Dordrecht gegaan. En we hopen op deze manier toch onze rust weer een beetje terug te vinden. Elk jaar komt er een groep Ierse travelers naar de camping in Nieuw-Dordrecht. En elk jaar veroorzaken ze problemen, met name in de supermarkt. Maar zo erg als dit jaar is het nog niet geweest. De dorpscoöperatie probeert daarom een plan te maken voor als er volgend jaar opnieuw travelers komen. We kunnen afspraken maken natuurlijk, we kunnen regels neerleggen. En als we geen regels hebben, kunnen we niet handhaven. Als we regels maken, kunnen we handhaven. En dan kunnen we proberen met politie of met gemeente samen die dingen een beetje binnen perken te houden. Camping-eigenaar Roelofs is bezig met strengere huisregels om te voorkomen dat er opnieuw Ierse travelers voor onrust zorgen. Volgens de gemeente zijn inmiddels alle Ieren vertrokken. Waar ze naartoe zijn gegaan, dat willen de Ieren niet vertellen.